Bij opgave 33 begint de opgave als volgt: Van de afgeknotte kegel met straal grondvlak 5, straal bovenvlak 2 en een hoogte van 6 ga je de oppervlakte berekenen. En daarbij wordt ons een figuur gegeven wat ik hier heb nagetekend. Verder zeggen ze: noem de top van de niet-afgeknotte kegel t en stel nt gelijk aan x. Laten we daar eens even beginnen. Ze zeggen: je zou. Van deze kegel, de originele kegel kunnen bedenken. En die zouden ongeveer zo uit moeten zien. Zo. En dan zeggen ze: noem dit dan de top. En dan heb je het lijststuk van top recht naar beneden. Naar n. Dat noemen we x. Dat noemen we X. Dus dit is de stuk wat afgeknot is. En dan hebben hieronder hebben we het niet afgeknotte deel. Bij vraag A um, wordt gezegd bereken x en maak daarbij gebruik van gelijkvormige driehoeken. Nou, de gelijkvormige driehoek waar ik dan meteen aan denk, is deze hier. Dan kan ik even een andere kleur erbij pakken. Dat is deze hier. Dus van de top. Zo. Naar beneden, naar punt M en naar A, zo, en deze zijde, AT, en daarin zit verstopt ook nog een kleinere truc, en B. Dus dat is degene die ik uit ga vissen. Even kijken, dan krijgen we zo, zo, en zo. Nou, deze en deze zijden zijn evenwijdig met elkaar, ze zijn allebei horizontaal. Dit is een rechthoek, dit is een rechthoek. Deze hoek, deze met elkaar. Dus dan kun je zeggen dat dit daar twee gelijkvormige driehoeken zijn. Nou, wat voor gegevens krijgen we daarbij? We krijgen hier x. We weten dat dit 2 is. We weten dat dit 6 is. En we weten dat dit laatste stuk hier 5 is. En wat je bij gelijkvormige driehoeken kunt doen. is een uh, kruistabel opstellen. Waarbij je vergelijkbare zijdes. Uh, onder elkaar kunt zetten. Dus als we dan even kijken. Ik ga even goede letters bijzetten. En. B. En M. A. Wat we dan mogen zeggen is dat we hier de zijde NB, die 2 is. En dat is eigenlijk de vergelijkbare zijde als MA en de grote driehoek. Daarbij zijn dat die horizontale lijnen. Dus MA, oh ik blijf even wachten. MA is 5. Ik doet het even vervelend dit wil minder mooi uitzien. Even Kijken. Dus we hebben die. En dan kunnen we daarnaast twee andere zijden zijn die ook elkaar gelijk zijn. Dus gelijk zijn Dus heb je. Wat ik dan doe, ik pak deze rechtopstaande van de kleine driehoek. Die noem ik dat is NT. En die noem ik x. En dan hebben we de lange zijde. Dat is MT. En van MT weten we ook kunnen we ook zeggen hoe lang die is. Nou we weten dat we dat dit stukje 6 is. En dat stukje x, oftewel de lengte hier is 6 plus x. En nu we dit zo hebben, mogen we kruisings met elkaar vermenigvuldigen. Dus we mogen kruislings met elkaar vermenigvuldigen. Wat we dan krijgen is 5 keer x. 5 keer x en dat is dan gelijk aan 2 keer 6x. 6 plus x. Dus we krijg 2 maal. 6 plus x. En ik gebruik hier even haakjes zodat ik zeker weet dat ik beide goed ga vermenigvuldigen. Nou, deze som kunnen we oplossen met de balansmethode. 5x. Daar ik hier, links op. hier werk ik de haakjes weg. We dus krijgen 2 keer 6 is 12. En 2 keer x is 2x. Nou, ik wil hier rechts van die 2x af. Dus die haak ik hier af en daar ook afhalen. Dan kom ik uit op 3x. 12. En als 3x de 12 is, kan ik links en rechts delen tot 3. Dan krijg ik krijg 1x, is 4. Oftewel, dit stukje is 4. En dat is ook hetgeen wat ze wilden weten bij vraag A. Um, bij vraag B moeten we in twee decimalen nauwkeurig de opvakte berekenen van de mantel van de niet afgeknotte kegel. En uh, de man van niet afgerond kegel, dat is dit hele stuk. Zo, dat stuk. En echt gewoon hul die buitenkant, hul die buitenkant. Um, nou daarvoor kunnen we een kleine uh, schets uh, uh, maken. Um, of uh, ja, dat, 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 dat zou er ongeveer zo. Zo. ongeveer zo uitzien. Waarbij dit dan de t is. En dit dan a is. En dit is dan ook a, want het komt dan zo bij elkaar. En wat we mogen doen om de oppervlakte te berekenen. is de volgende formule: oppervlakte. Oh. Oppervlakte van de mantel is gelijk aan kleine r keer de grote r keer pi. Uh, nu moeten we wel weten wat kleine r en grote r is. Kleine r is in dit geval hier deze 5. Dat is de kleine r. En de grote R is deze lange zijde hier buiten. De grote R. Nou, deze kleine R die weten we, dat is 5. Die weten we al. Die is een 5. En die grote R, die moeten we rekenen, deze lengte moeten we nog berekenen. Nou kunnen we dat gelukkig, omdat we hier die driehoek hebben en we kunnen zien dat die grote R hier deze schuine zijde is. Die aan deze schuine zijde is. En van deze schuine zijde weten we inmiddels al wat. Want we weten dat x4 is en het 6. Dus we weten dat deze hele lengte 10 is. En deze korte zijde 5. En nu kunnen we met de stelling van kunnen we de lengte at berekenen. Wat dus onze grote r is. Nou, dat gaan we even doen. Dan gaan we zeggen: a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Langzijde die gaan we berekenen, dus dat is onze C. Anderen kunnen we invullen, dan krijgen we 10 in het kwadraat plus 5 in het kwadraat. is C in het kwadraat. 100 plus 25 is C in het kwadraat. Oftewel, C is de wortel van 125. En als we dat even breken met de rekenmachine, dan komt daaruit. Oh, dat ging niet zo goed. Dat doen we even opnieuw: 1, 1 2, 5 en daar de wortel van. Dat is 11,18. Is 11,18. Dus nu kunnen we ook deze invullen: dat is 11,18. Dus kunnen we de som ook oplossen. Dan krijgen we de oppervlakte is 5 keer 11,18 keer pi. En aangezien we hier al met een afgerond cijfer zitten, uh, ben ik geneigd om ook pi gewoon uh, letterlijk te gaan nemen. Dus dan krijgen we uh, als som C, kijken, dan krijgen we pi maal 5 maal. 11,18. Dat geeft als antwoord 175,62. Is ho. Oh, 175,62. 175,62. En dan zijn we klaar met vraag B. Maar echter zijn we er dan uh, nog niet, want uh, nu we de, uh, bij vraag C zijn, moeten we de berekenen van de afgeknotte kegel. En ik heb even beneden al een plaatje voorbereid, dus ga ik even daar naartoe. Even schoon naar beneden. Dat is dit. Oh, dat is dit plaatje. En wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is dat dit eigenlijk dit zeg maar dit geheel, dat dat de cirkelmantel is van de niet afgekrotte kegel. En dat daar in het midden eigenlijk een stukje uitgeknipt is. Namelijk dat stukje van de mantel wat weggesvallen is omdat we de kegel hebben afgekocht. Dus je zou kunnen zeggen dat dit stukje gelijk is. Met een stukje wat we afgeknipt. Dus als ik dat even hierboven weer zou pakken, dan is dat rode is gelijk aan dat stukje hier. Dat stukje hier. Wat we er hebben. Dat is want daar de cirkelman van, dat is het stukje wat we uitgeknipt hebben. Dus dat is wat we hier beneden in. Dus als we dit rode stukje kunnen berekenen, dan zijn we er bijna. Om dan kunnen we zeggen de oppervlakte van die afgeknotte cirkelmantel. Dus de opvlakte van dat groene deel. Dat is dan gelijk aan de hele mantel die we hier net berekend hebben, minus dit stukje. Minus dit stukje. Dus we kunnen het antwoord van de vorige opgave. Deze 175, als we dit stukje van afhalen. Dan hebben we het antwoord voor vraag C. Nou, voor dit stukje moeten we ook weer onze grote R en kleine R weten. Want voor dit stukje geldt eigenlijk weer dezelfde formule. Daarvoor geldt dat opvlakte. Dus kleine R maal de grote R maal pi. Nou, even kijken wat we ook allemaal weer wisten van die dingen. Pakken we even boven weer de driehoek erbij. Um, daarbij weten we dat dit 2 is. En dat is dan de kleine R. En we moeten deze grote R hierboven moeten berekenen. En dat is gelijk aan dat stukje. Nou, daar kunnen we weer de stelling van Pythagoras bij gebruiken. Dus laten we dat even doen. Dan krijgen we uh, C in het kwadraat is 2 in het kwadraat plus 4 in het kwadraat is 4 plus 16 is 20. Oftewel C is de wortel van 20. En dat is een reekmachine erbij. 4,47. 4,47. Dus dit stukje hier is 4,47. En dat is voor deze kleine kegel die we eraf hebben gestaakt: is dat die grote r? 4,47 is die grote r. Dus even naar beneden: 4, is 2 keer 4. 47 keer pi, waarbij die 2 dus dat kleine stukje is, straal van de bovenvlak. die 4,47 grote r is, en keer pi. opschrijven, keer pi. Nou, dit kunnen we opschrijven in de rekenmachine. Laten we die er even bij pakken. Zo. En dan vullen we dat in dan krijgen we 2 keer 4,47 keer pi. En daarvoor geldt dat het antwoord is 28,09. Dus, 28 dus dat rode stuk hier, dat rode stuk hier is dit stukje. En dat groene deel is wat, van het geheel. Dus daar wordt dat stukje ook, ook een beetje bij. Dat is dit stuk. Nou, om dan tot slot alleen van de Afgnodd kegelmantel het antwoord te krijgen, moeten die en die van elkaar aftrekken. Dus dan krijgen we oppervlakte is 175,62 minus dit stukje 28,09. En daarvan is het antwoord. Pakken we even weer de rekening erbij. 1,75,62 min. 28,09. Dat geeft als antwoord 147,53. 147,53. En dan hebben we dat stuk uitgerekend. En dan zijn we bijna bij het einde van de vraag, want nu vragen ze alleen nog wat de complete oppervlakte is van de afgeknotte kegel. Nou, dan gaan we even terug naar het eerste plaatje waar de die kegel getekend is. En wat we kunnen zeggen is dat we van deze kegel hebben we nu één stuk al Dat is die mantel. Dus deze mantel die hebben we berekend. En als we gaan kijken naar die hele kegel, dan hebben we nog twee stukjes te doen. Nog twee stukjes. Doen. En dat is hier boven dit stukje, hier boven dat stukje en onder het stukje, hier onder dat stukje. En we kunnen zeggen dat de opvlakte van de hele kijk gelijk is aan de cirkel hierboven. De cirkel hier beneden. En, dat, en de cirkelmantel die we net hebben berekend. Nou, dan gaan we even kijken wat we daarvan weten. We kunnen hier de cirkel berekenen, want ik weet daar de straal van. Dat was 2. Dat was 2. En hier was de straal 5 van. Dus ik kan de twee oppervlaktes berekenen. En die moet ik dan optellen bij het antwoord van vorige vraag, van vraag C. Dus laten we dat even doen. Kijk, ik heb hier heb ik wat ruimte. Dus ik pak eerst Dat is een kleine cirkel. Nou, laten we die even een kleine C geven. Dat is pi keer R in het kwadraat. Nou, daarvan was de straal 2. Dus ik krijg pi maal 2 in het kwadraat is 4. Pi. Nou, dan pakken we even het exacte getal bij: 4 keer pi. Dat geeft ons 12,56, 12,57. 12,57. En van de grote cirkel is het hetzelfde formule. Pi keer r in het kwadraat. Alleen hebben we nu te maken met een schaal van 5. Oftewel 5 graat is 25 25 pi. En dat in de rekening. Dat geeft als antwoord 78,54. 78,54. En dan moeten we tot slot nog even de 3 bij elkaar optellen. Dus dan krijgen we dit nog. Deze zet ik daarbij. Dan krijg ik 1, 4, 7, 5, 3. En dat bij elkaar optellen. Nou, 7, 4 is 11. 3, 4, 1 onthouden. 6, 11, 16. 1 onthouden. 3, 11, 18. 1 onthouden. 2, 9, 13. 1 onthouden en 1 is 2. En daar zijn we. Het antwoord: de oppervlakte van de cirkelmantel is 238,64 vierkante centimeter. Met misschien een paar afrondingsverschillen, doordat we halverwege al zijn gaan afronden.